Goed, goedemiddag allemaal. De echte kanjers, de volharders, die zitten hier nog vooraan. Super fijn, erg bedankt daarvoor. Want we hebben nog een heel interessant gesprek, een heel interessant debat. We noemen het een debat, maar het wordt waarschijnlijk en denk ik en hopelijk ook een gesprek tussen allemaal vakmensen die we hier hebben uitgenodigd. Ik ga ze eerst heel even aan jullie voorstellen. Hier aan mijn rechterhand staat Guusje Zomers. Ze werkt bij een organisatie die tot doel heeft om onafhankelijk nieuws en informatie met iedereen of voor iedereen in de wereld beschikbaar te stellen en is dus een voorvechter van het vrije woord. Een applaus van Free Press Unlimited, Guusje Zomers. En dan hier aan mijn linkerhand, hij is journalist, chef bij de Groene Amsterdammer, voorzitter van de Vereniging voor Onderzoeksjournalisten, klopt nog steeds, hè? Ja, super. En dames en heren, mag ik een heel groot applaus voor Evert de Vos. En tot slot, ze is onderzoeksjournalist en columnist bij onder meer het Brabants Dagblad en BN De Stem en publiceerde eerder al over moordenaars en mensenhandel. Dames en heren, een applaus voor Jolanda Sjoukes. Ja, fijn dat jullie er alle drie zijn. Jullie moeten even een microfoon delen. Jij hebt je eigen microfoon, dus ik hoop dat het voor iedereen goed te volgen en te verstaan is. Het wordt ook allemaal gefilmd. We hebben het dus vandaag over bedreiging van journalisten en de vraag of en wanneer dat tot zelfcensuur leidt. Dat is een beetje de stelling waarover we vandaag gaan debatteren. Dan is het misschien goed om te beginnen met de vraag wanneer... waar kan je aan denken als we het over bedreiging hebben? Nou heb ik hier twee journalisten aan mijn linkerhand staan. Jullie hebben daar in je werk mee te maken gehad, Jolanda. Misschien om met jou te beginnen. Zou jij iets kunnen vertellen over wat jij zoal in je werk dan als onderzoeksjournalist? Ik zei het al een beetje, je behandelt niet de meest lichte thema's. Wat je in dat werk tegenkomt. Ja, nou, je hebt verschillende soorten bedreiging. Hè. Dat kan zijn een soort intimiderende bedreiging, meer van intellectuele aard. Om te zeggen van nou, je kunt hier een enorme buil aanvallen. Je hebt helaas ook andersoortige bedreiging. En ik heb een paar maal onder politiebescherming gestaan. En een van de heftigste vond ik toch wel dat mijn zevenjarige zoontje voor de deur werd aangesproken. Met de vraag of hij daar bij die open voordeur woonde. Hij was aan het fietsen. En dat zijn moeder toch maar heel goed uit moest kijken. Want al die stukjes in de krant, dat was niet goed. En hij maakte zo'n beweging. En daarna kwam mijn buurman aanlopen. En dat is een... Toen was hij nog onderzoeksrechercheur bij een ander politiekorps dan in mijn regio. Dus die dacht, hier klopt iets niet. En ja, dat heeft een grote invloed op ons leven gehad, moet ik zeggen. De twee jaar daarna heeft mijn zevenjarig zoontje op een stretcher... is inmiddels 18 hoor. Op een stretcher naast mijn bed geslapen. En hij was altijd heel bang als ik ging wandelen. Dus we hebben daar ook wel psychologische hulp voor gezocht. En ik moet zeggen, met terugwerkende kracht vind ik eigenlijk dat iedereen daar veel te makkelijk mee om is gegaan. Ik denk dat daar nu beter mee omgegaan zou worden. Ik heb natuurlijk wel aangifte gedaan. Op een gegeven moment had ik een heel sterk idee waar dat vandaan kwam. En ik zal het lange verhaal kort maken. Het eindigde met de excuses van de hoofdofficier van justitie dat de zaak niet goed was aangepakt en de vogel was gevlogen. En dat is heel frustrerend, kan ik je melden. En je zegt het eigenlijk al een beetje. Er zijn heel veel verschillende soorten van bedreiging of van tegenwerking. Je hebt het over de intellectuele bedreiging. Maar dit is echt heel concreet, bijna fysieke bedreiging. Het kan uit allerlei verschillende hoeken komen. Uit welke hoek kwam het in dit geval? Juridisch gezien kan ik dat niet zeggen. Omdat dat natuurlijk nooit is bewezen. Maar ik ben er voor 95% zeker van dat dat uit de hoek kwam van iemand... die een ernstig misdrijf, een levensdelict had gepleegd... en die het niet zo leuk vond dat ik die zaak een jaar 4-5 volgde. En die had ook een klusjesman. Ja. En die klusjesman stond en bij die jou. Loopt dan eens ergens rond. Maar juridisch gezien is dat nooit bewezen. Hè? Dus ik houd het delict ook graag dan voor mezelf. Maar ik denk dat in deze tijd mensen er al veel... journalisten, maar ook hoofdredacteur, maar ook de politie zich al veel bewuster van zijn... hoe ernstig zulke gevolgen kunnen zijn. Ik denk dat het nu veel serieuzer was opgepakt. Ik kijk ook even naar jou. Want toen gebeurde dat niet?
Ja, mij werd aangeraden aangifte te doen. En ze zeiden wel allemaal dat ze het heel erg vonden. Maar eigenlijk heb ik het verder allemaal een beetje zelf uitgezocht. Ja. Ik wil het straks ook nog verder met je hebben over... je vertelde al een beetje de gevolgen voor jouw zoontje. Maar ook wat het met je als professional, als journalist doet. Ik wil eerst ook even, dan mag je de microfoon inderdaad doorgeven, aan Evert vragen. Jij bent chef bij De Groene Amsterdammer, maar zelf ook onderzoeksjournalist. Ja. Je bevindt je dus ook zelf echt met je poot in de modder, zeg maar. Mm-hmm. Heb je ook dergelijke ervaringen? Nou, niet zo heftig als dit. Kun je nagaan dat het toen ook al gebeurde. En nu vindt het vaker plaats, denk ik. Maar dat vind ik wel heel heftig als je kinderen erbij betrokken is. Ik heb zelf alleen maar gehad dat iemand, een dierenarts... Althans op Facebook zei iemand die dierenarts was, foto's van mijn kinderen ging posten en zo. Omdat hij niet eens was wat ik over boeren schreef. Nou, dat is ook al heel vervelend, maar dit is nog 100 keer vervelender. Maar je merkt wel dat het toeneemt. Ook bij collega's die ik begeleid, dat je de soort bedreigingen toenemen. Maar ook dat je, wat gaat over zelfcensuur bijvoorbeeld. Ik had zelf nu onderzoek naar vastgoed in Dubai. En we hadden een paar duizend Nederlanders hebben vastgoed in Dubai. En die database hadden wij van alle buitenlands vastgoed in Dubai. Dat is internationaal onderzoek. En er zat heel veel criminelen tussen. En toen vroegen we aan de politie via van hoe gevaarlijk is dat om die namen te publiceren. En toen zei ze, ja, dat is levensgevaarlijk, dat moet je gewoon niet doen. Dan is gewoon, dan kom je aan hun geld. Want de collega's weten dat zij daar een paar appartementen hebben voor een paar miljoen. En de Belastingdienst weet dat. Nee, dat vinden ze echt heel erg vervelend. En dat hebben we toen ook niet gedaan, ook omdat we het niet per se nodig hadden. We hebben alleen maar gezegd dat er tientallen criminelen tussen zaten. Maar we hebben niet gezegd wie dat precies waren. En dat hebben jullie niet gezegd om een inhoudelijke keuze of echt omdat je bang was voor de gevolgen als je die wel zou publiceren? Nou, om een inhoudelijke keuze, want voor ons, voor de Groenen is het niet zo belangrijk om al die namen te outen. Maar bijvoorbeeld RTL, die zou meedoen en die zijn afgehaakt omdat hun ging het wel om die namen. En die hebben gekozen om het niet te publiceren en niet meer aan het onderzoek mee te doen. Dus je ziet wel dat een werking heeft, ja. Dus heel concrete voorbeelden van hoe ook bijvoorbeeld vanuit georganiseerde criminaliteit je beknot kunt worden. En RTL zelfs zegt, ik stap eruit. Guusje, jij werkt voor Free Press Unlimited. Jullie richten je normaal gesproken voornamelijk en meer op het buitenland. Maar hoe luister je dan naar deze Nederlandse verhalen? Ja, dat zijn hele heftige verhalen om te horen. Ook dit is het voorbeeld dat je noemde, dat speelde dus... Dat speelde 10 jaar geleden. 10 jaar geleden, ja. Ik denk ook wel dat er inderdaad sindsdien dat er anders mee om wordt gegaan. Toen bestond er nog geen persveilig natuurlijk. En persveilig, ik weet niet of dat uitleg behoeft eigenlijk. Of dat iedereen hier bekend is met persveilig. We zijn vandaag ook aanwezig geweest op meerdere momenten gelukkig, persveilig. Oh, wat goed. Ja. Oké. Persveilig is dus een systeem dat eigenlijk de veiligheid van journalisten in Nederland zou moeten verbeteren. En dat ook dus op allerlei vlakken doet. En Nederland staat echt juist vanwege het systeem van persveilig internationaal ook bekend als een groot voorvechter op het gebied van persvrijheid. Omdat het zo uniek is dat daar de politie, het OM en de journalistieke gemeenschap samenwerken. Gefinancierd vanuit de ministeries. Maar omdat tegelijkertijd je wel ziet dat in Nederland de veiligheid van journalisten achteruit gaat. De moord op Peter R. de Vries heeft het nieuws ook in het buitenland bereikt. Maar ook de NOS die logo's verwijderde. En gewoon de incidenten die je ook tijdens demonstraties bijvoorbeeld zag toenemen. Heeft er wel toe geleid dat wij ons als FPU, als Free Press Unlimited, ook meer zijn gaan richten op de Nederlandse context. Omdat we hier ook vragen over kregen vanuit het buitenland. Van wat is er aan de hand? Nederland stond altijd in de top 10 ook in de Wereldpersvrijheidsindex. En nu krijgen we vragen over of journalisten hier nog steeds wel zo veilig zijn. Ja, je zegt het al, we stonden in de top 10 op plaats 8 volgens mij in 2021. En we zijn ik heb het trouwens. 6 volgens mij. Plaats 6 inderdaad, je hebt gelijk. En we zijn gezakt naar plaats 28. Ja. Jullie spreken veel met ook buitenlandse zuster- en broederorganisaties. Mm-hmm. Dan geldt je als voorbeeld. Maar dan kan ik me ook voorstellen dat na alles wat er de laatste jaren gebeurt, toch ook een beetje het schaamroodje op de wangen staat. Als organisatie. Ik voel me niet
ik denk dat wij ons als organisatie niet verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van journalisten in Nederland. In die zin dat wij hier geen formele rol in hebben. Dus schaamrood is misschien een groot woord. Maar het is wel een moeilijke vraag om te beantwoorden. Die wij dus van buitenaf heel veel kregen. We kregen echt vragen van wat is er aan de hand? Hoe kan het dat iets op papier zo goed in elkaar zit? En dat tegelijkertijd de veiligheid van journalisten zo achteruit gaat. Dat is waar. Daarnaast is Nederland ook voorzitter van de Media Freedom Coalition. Een coalitie van meer dan 50 landen uit mijn hoofd die zich allemaal hebben gecommitteerd aan de veiligheid van journalisten in het buitenland. Dat brengt natuurlijk ook bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Dus vandaar dat wij vorig jaar een groot onderzoek hebben gedaan. Om dat eens kritisch te bekijken allemaal. Nou, je stelt de vraag zelf al, hoe kan dat? Beantwoord hem eens. Dat is natuurlijk een beetje de million dollar question. Ik denk, als je kijkt naar de cijfers, zie je dat tijdens corona de agressie echt is toegenomen. En dat dat ook nu, als je kijkt naar de persveilig meldingen die binnenkomen, dat het nu ook weer licht afneemt. Dus dat doet wel vermoeden dat zeker de toenemende spanningen in de samenleving, dat veel invloed heeft gehad. Dat zag je ook echt, hè. Dat is veel boze burgers of Jan met de pet, zeg maar, dat die zich ook richting journalisten agressief hebben geuit. Ik denk dat over het algemeen het afnemende vertrouwen in instituties en daarbij ook het afnemende vertrouwen in de mainstream media, met ook het idee dat media misschien een soort spreekbuis zijn van de overheid, daar niet aan meehelpt. En wat een heel belangrijk punt is, wat je echt niet moet onderschatten, maar dat speelt niet alleen in Nederland, is het feit dat een journalist bedreigen een stuk laagdrempeliger is geworden. Omdat je dat online heel makkelijk kan doen natuurlijk. Je kan het ook anoniem doen vaak. En je stuurt een tweetje uit van achter je bureau. En daarna ga je een wandelingetje maken. Maar de impact daarvan is echt enorm. Guusje heeft het over de spanningen, de oplopende spanningen. We noemen dat, en in de journalistiek gaat het er ook constant over, ook wel die polarisatie die in de samenleving op dit moment heel groot is. Hoe ervaren jullie dat in je werk, die spanningen, als je met een onderzoek bezig bent? Hoe kom je die op dit moment tegen? Laat ik hem aan Jolanda stellen. De reacties zijn wat harder. Ik ben in het begin van de eerste lockdown achter meneer aangerend, bijvoorbeeld, die een krantje bij mij bezorgde dat er geen COVID bestond. Ik dacht, dat is interessant, dus jas aan erachteraan. Maar die meneer werd zodanig bedreigend dat ik toch wel via een andere weg weer terug naar mijn huis ben gelopen. Ik dacht, hij moet hier ergens in de wijk wonen. Dus dat soort dingen. Je krijgt hardere reacties in je e-mail of online. En je merkt het ook wel in de bestuurlijke kringen dat het wat harder wordt. Dus dat bestuurders die het niet zo leuk vinden dat je ergens achteraan zit, dat die toch wat suggesties doen dat je bevooroordeeld bent of vooringenomen. Wat ik een heel ernstig verwijt vind, eerlijk gezegd, aan een journalist. Dus zo uitzicht, zo merk ik dat. En je bent nog niet aan het stukje zelfcensuur toegekomen, denk ik, hè? Daar komen we straks denk ik ook op. Evert, misschien dezelfde vraag aan jou als chef. Hoe merk je dat de mensen die, waar jij over cheft, om het even zo te zeggen, merk je dat die worstelen met die polarisatie en met dat toch ook, we hadden het net al over de rol van instituten, dat ook het instituut journalistiek steeds meer onderdeel van of onderwerp van haat en woede wordt? Gedeeltelijk wel. Maar laten we zeggen, degene die echt in de vuurlinie zitten, dat zijn natuurlijk degene die misdaad verslaggeving doen. Of van de Telegraaf, van het Parool en noem maar op. En die soms een jaar lang, John van der Heuvel heeft nog steeds persoonsbeveiliging. Paul Vugtje ergens anders moest gaan wonen, noem maar op. Weet je. Dus dat is echt de hele heftige gevallen. En meer bij de Groenen krijg je meer dat je heel veel vervelende reacties op social media, daar blijft het wel toe beperkt. En soms zeg je wel dat degene die bij ons de deur doet van pas even op, er komt een stuk aan, wat misschien dan wel heftig kan zijn. Maar dat is nooit echt iets fysiek mee gebeurd. Maar wel van die vervelende dingen, die een collega die dan onderzoek doet naar de dark web en rechtse groepen erop. En dan, die is ook Joods van achtergrond. En wordt dan gelijk duidelijk, ze is Joods en ze is bekend en noem maar op. Weet je. Dus er wordt wel gelijk op de persoon gespeeld. En dat is heel erg vervelend. En ik denk daardoor dat, met name jonge collega's, dat je
dat serieus moet nemen en ook over moet praten op redacties en met elkaar over moet hebben en ook moet vragen hoe met na 2 weken hoe het nou gaat en zo en dat soort dingen en er echt serieus op ingaan. Dus ik denk dat je, ik noem dat de psychische veiligheid van journalisten, dat wel veel meer aandacht behoeft, omdat het toch, ja, je wordt veel meer geconfronteerd met je reacties online en soms ook in persoon. Dus ik denk dat het dat we daar op moeten letten. Is het nog wel leuk? Ja, het is een hartstikke leuk vak, hoor. Het zijn incidenten, weet je. Dus, en nu ook, nou, je hebt dan de persoonlijke, je hebt andere bedreigingen juridisch, die zijn veel sterker geworden. Dat je veel meer harder juridisch wordt aangepakt en daar heel beter op moet letten. En dus het is wel, het heeft wel meer consequenties, maar het is nog steeds een hartstikke leuk vak natuurlijk. En alleen je moet wel als beroepsgroep, denk ik, zorgzamer naar elkaar zijn. En niet iets stoers hebben van het hoort helemaal bij, maar gewoon dat serieus nemen en met elkaar over hebben. Nou, je begint er zelf over, die juridische bedreiging. Wat moet ik daarbij voor me zien? Want bij een fysieke bedreiging, dat zie ik. Hè? Dat is iemand die aan je deur staat. Mm-hmm. Of iemand die op het internet allerlei nare dingen zegt. Maar wat moet ik bij zo'n juridische bedreiging voor me zien? En uit welke hoek komt dat? Ja, verschillende hoek. Mensen die vinden dat je niet goed over hun schrijft. En laatst een kort geding, die wilden mensen. Er was iemand die wij... We hadden een stuk over de Curaçaose gokmafia en die wilde dan voorkomen dat gepubliceerd werd. Dat was voor het eerst in onze 145-jarige geschiedenis dat iemand een stuk wilde voorkomen. Dus ja, dat soort dingen. Maar dat zijn allemaal de kosten die je moet maken. Je moet toch een advocaat inhuren. Ik hoorde laatst wat het was, €350 per uur. Dus nou ja, dat gaat toch gauw 10 uur in zo'n brief zitten. Dus dat is toch, of zo'n zaak zitten. Dus dat is toch, dat zijn kosten die je meeneemt. We hebben nu ook weer een zaak van een notaris. Ook met een kort geding dreigt en zo. Ja, dat is toch... We zullen het weer gaan doen, maar je zit wel te denken als mensen, als freelancers bijvoorbeeld met een onderwerp aankomen. Ja, ik ga toch eens over die en die notaris. Zeg, nou, ik weet niet of... Ja. Je gaat er toch eens over nadenken of je dat wel moet doen, bij wijze van spreken. Ja. Je noemt dat bedreiging. Waar... Ja, juridische bedreiging. Dat je gewoon voor hele hoge kosten kan komen. En dat heet slapping, is ook een naam voor. Dat je juridisch zo uitgeput wordt met bodemprocedures en zo. Dat best, Zembla heeft dat nu aan de hand. Dat je best wel... Ja, je denkt beter na, bij wijze van spreken, over onderwerpen die je doet. En soms is het ook goed dat je ook nog beter kijkt naar teksten en beelden en dat soort dingen. En dat het nog beter kijkt. Maar het heeft wel een soort chilling effect, heeft het wel. Als ik daar misschien even op mag aanhaken. Slaps inderdaad is iets waar wij ook heel erg veel mee bezig zijn, want ons werk is dus echt internationaal. En het probleem, of een van de problemen met slaps is dat je binnen de Europese Unie ook kan doen aan forum shopping. Wat betekent dat je dus eigenlijk, als je een journalist wil slappen, omdat je denkt, die gaat iets kritisch over mij schrijven en dat heb ik liever niet, dat het daglicht ziet, dan kan je zelf kiezen in welke EU-lidstaat je eigenlijk, vanuit welke EU-lidstaat je die journalist wil aanklagen. En zo kan je dus het meest gunstige rechtssysteem waarmee je dus een journalist op de hoogste kosten kan jagen, bijvoorbeeld uitkiezen. Er is ook een bekend voorbeeld van Daphne Caruana Galizia, de Maltese journalist die in haar auto is opgeblazen, jullie wel bekend. Zij had op haar moment van overlijden meer dan 50 slaps tegen zich, over dus de stukken die zij schreef. En die slaps die zijn ook allemaal geërfd door haar familie. Dus haar nabestaanden die zijn daar vandaag de dag nog steeds mee bezig om dat af te weren eigenlijk. Ja. En als we het hebben over persvrijheid, dan komt al heel snel dat hele, misschien, ik sprak net met Sjoerd en Daas, die wordt weggesleept voor camera's en die wordt fysiek lastig gevallen. Dat is misschien het heroïsche beeld dat we vaak zien als het over persvrijheid gaat, maar dit is een heel groot onderdeel daarvan. Mm-hmm. Krijgt dit genoeg en voldoende aandacht wat jou betreft? In Nederland bedoel je? Of? Ja, in Nederland. Nou ja, er is, wat je net aanhaalde, er is net een groot onderzoek naar... Of nou, niet een heel groot onderzoek trouwens. Er is een eerste onderzoek gedaan, een verkennend onderzoek door de NVJ... naar juridische intimidatie tegen journalisten. Daaruit bleek, ik heb de cijfers hier opgeschreven... dat de helft van de journalisten die daarop had gereageerd in Nederland... wel eens te maken heeft gehad met juridische intimidatie. Dus dat is echt wel fors. En ik denk, dit was echt een eerste onderzoek... maar het is wel heel erg belangrijk dat er nu beter naar wordt gekeken... van waar komt dat soort dreiging vandaan. Want een ander punt wat naar voren kwam in die enquête is dat... meer dan 10%, ik denk 11 of 12%, van die juridische bedreigingen vanuit
een advocaat van of vanuit de overheid zelf komt. Daar heb ik wel een voorbeeld van. Dat wil ik inderdaad vragen, ja. Ja, wij begonnen een tijdje terug, een aardige tijd terug alweer, aan een onderzoek naar stikstof. En we hadden vreselijk hoofdpijn van de ingewikkeldheid van de materie. Inmiddels zijn we verder, maar dat was toen nog niet. En op een gegeven moment hadden wij iets gevonden wat volgens ons niet deugde. En dat ging over stikstofhandel door de provincie en Noord-Brabant. En we kregen een interview, maar we kregen niet één gedeputeerde, maar we kregen er geloof ik 4 ambtenaren bij. En wat er op een gegeven moment gebeurde was dat ze zeiden, ja, maar het maakt ons wel een beetje bezorgd. Want wij denken dat jullie het niet snappen, want jullie gebruiken de verkeerde term. En dat werd zo een paar keer gebracht. En dat betekent dat je eigenlijk denkt van, jeetje, we zien het toch wel goed. Of je gaat nog eens goed inlezen en uiteindelijk hebben we dat gepubliceerd. En heeft de provincie voor die stikstofhandel ook een berisping gehad van de minister. Maar het is wel een vorm van intimidatie, vind ik. Hè? Is dat wat je die intellectuele intimidatie noemt? Dat noem ik altijd intellectuele intimidatie. Het gebeurt vaker, bestuurders die zeggen, nou, je loopt daar nogal eens rond, hè? Gaat dat wel goed? Zo van suggereren dat je misschien partij bent geworden. Of als je onderzoek doet naar onrecht tegen een persoon. Dat kan het voorkomen dat een bestuurder jou ineens probeert te scharen in het hokje van een groepje wat voor die persoon opkomt. Dat is heel erg vervelend, want dat doet heel veel met je imago. En ik heb al heel wat meters gemaakt, dus ik laat me niet meer zo snel omverblazen. Maar toch merk ik dan dat ik daar toch een beetje onzeker van kan worden. Van inderdaad, staat mij geen rechtszaak te wachten. En dat is tot nu toe nooit gebeurd. Maar het wordt wel gesuggereerd en dat is gewoon niet fijn. En ik vind ook niet dat dat zo zou moeten. En al zeker niet vanuit overheidshoek. Daar wil ik het straks ook nog. Oh nee, jij wilde erop aanhaken. Ga je gang. Nou, om nog even aan te vullen. Ik denk dat daarbij ook een heel groot verschil maakt als je zo'n. Bijvoorbeeld, je krijgt een dreigende brief vanuit een advocaat. Maakt het een groot verschil of je freelancer bent of dat je een redactie achter je hebt waarvan je weet dat zij ook eventueel juridisch de kosten kunnen dekken? En dat is ook iets wat niet moet worden onderschat, denk ik, omdat er in Nederland relatief veel freelance journalisten werken. Dus eigenlijk zeg je tegen alle mediabedrijven, neem die journalisten in loondienst. Kijk ik ook even naar Evert. Nou, dat hoeft niet per se, maar het is wel dat je vooraf met die freelancer, als je kan verhalen wel inschatten of daar juridisch problemen mee komen. En je kan van tevoren bespreken, wat doen we als we die krijgen? En wie draait er dan voor de juridische kosten op? Check. En in dat geval zijn wij dat, als wij publiceren. Kijk, dat is fijn om te horen. Ja, we hebben het nu over allerlei verschillende soorten van bedreigingen, dus die fysieke en juridische. Maar de vraag is, leiden die bedreigingen tot zelfcensuur? Wat is daar in jullie ervaring? Hebben jullie het gevoel altijd, nou jij gaf net al een voorbeeld met RTL die wegloopt, hebben jullie het gevoel altijd te kunnen publiceren wat je wil publiceren? Het kan ook heel subtiel zijn, die zelfcensuur. Ik had laatst een publicatie over mensenhandel rondom een AZC. En ik wist, dit gaat misschien ook op de agenda komen van mensen die tegen asielzoekers, die voor die vreemdelingen aan te zijn en die dat misschien gaan misbruiken. En daar heb ik me erg veel zorgen over gemaakt. Wat ik vervolgens heb gedaan, is in dat stuk bijna een beetje gekunsteld opgenomen dat Geert Wilders ooit dat dorpje waar dat grote AZC was bezocht, maar dat hij daar geen poot aan de grond kreeg, omdat het een heel tolerant dorpje was. Nou, inderdaad, die publicatie, daar vond ik niks van terug, dat rechts daar probeerde gebruik van te maken. Behalve dan wat op social media, noem ik maar even gewone reageerders, die vonden dat omdat de asielzoekers misbruikt werden door mensenhandelaars, dat zij dan maar snel het land uitgezet moesten worden. Nou ja, goed, daar kunnen we niet zoveel mee. Maar wat ik wel merkte is bij een vervolgpublicatie over iets anders dan datzelfde AZC, waarbij een student werd geïntimideerd door de overheidsinstanties, COA, en bezoek kreeg, of werd gedreigd met bezoek van de politie, omdat hij zich verontwaardigd had getoond over zijn telefoon die op de AZC lag, maar waar hij niet bij kon. Wat ik toen wel merkte is dat het dus wel werd gekaapt, inderdaad, op. Dan krijg je de gekke situatie dat je door Geert Wilders vanwege een column geblokkeerd bent op Twitter, maar dat hij dan wel jouw stukje gaat fotograferen en dan gaat twitteren en zegt asielstop. Dat vind ik ontzettend vervelend, maar ik weet niet hoe ik dit had kunnen voorkomen. Maar het zijn dus wel dingen waar je heel goed over nadenkt. En bij dit soort dingen heb ik van tevoren al buikpijn van. Hoe dat dan gebruikt of misbruikt kan worden. Nog erger was dat het Forum voor Democratie de bovenkant van het stukje pakte met een foto, de lead met mijn naam erbij. Daar hadden ze vervolgens een stempel FVD opgezet. Die foto zetten ze op Twitter, hashtag FVD.
Dus ja, dat is heel onaangenaam. Ik kan me voorstellen dat dat je werk een heel stuk lastiger maakt. Wat doet dat met jou? Zorgt het ervoor dat jij ter neergeslagen naar je werk gaat? Of laat het vuur alleen maar meer branden? Nee, helemaal niet. Dit is echt, laat je niet. Dit gaat nou over moeilijke dingen. Maar wie de onderzoeksjournalistiek in wil, doe het vooral. Het heeft enorm veel nut. Je kunt onrecht aan de kaak stellen als je maar lang genoeg volhoudt en doorbijt. Dus ik word daar niet ter neergeslagen van. Nee, zeker niet. Ik vind het alleen heel erg vervelend. Want om even op die zelfcensuur door te gaan. Jij had een voorgesprekje met mij. En toen zei ik eerst van, dat komt bijna niet voor. Ik heb het even opgeschreven. En toen dacht ik, wat doe ik nou eigenlijk aan zelfcensuur? En toen schrok ik er eigenlijk toch zelf wel een beetje van. Je hebt een lijstje opgesteld. Ja, ik had even een lijstje opgesteld. Wat doe ik? Ik heb bijvoorbeeld bewust geen naambordje aan de deur. Nou, gezien het eerdere incident kun je dat voorstellen. Mijn kinderen tag ik niet meer. Ze komen nog wel eens voor op foto's, maar ik tag ze niet meer. En ben heel blij dat ze een andere achternaam hebben. Ik zeg niet vooraf online van yes, we gaan naar een concert van die of die. Of we gaan, doe ik allemaal niet meer. En ik deel bepaalde informatie niet met mijn partner of met collega's, omdat dat informatie is die sommige mensen heel graag uit iemand zouden willen kunnen persen. En dan heb ik liever dat alleen ik dat ben. En daar schrok ik eigenlijk wel van. Ik vind het niet zo heel erg overigens. Voor mij zijn dat gewoontes geworden. Maar eigenlijk dacht ik, ik denk veel meer na dan ik waarvan ik me bewust ben. Ja, ik weet niet of jou dat bekend voorkomt, dat soort dingen. Ik ben wel minder actief op social media, laat ik zo zeggen. Daar doe ik wel minder op. Maar aan de kant, wat ik vind, die juridische dreiging, daar heb ik wel redelijk wat mee te maken. En dat vind ik wel, daar zijn we ook beter van geworden. We volgen nu line by line, dat is een Zweeds model. Dus dan ga ik met freelancers ga ik echt elke regel van een stuk doornemen, ook met redacteuren. En elke keer vraag ik, wat is je bron, hoe kom je eraan, wat kan je bewijzen? En we publiceren nu ook stukken met allemaal noten erbij. Alleen online natuurlijk, niet een blad, want dan wordt het een wetenschappelijk blad. Maar gewoon, en dat je wel geeft ook een bepaalde van betrokkenheid, ook van naar freelancers met name toe, dat wij staan achter het stuk, maar dan willen we ook heel goed achter het stuk kunnen staan en zo. Dus dat anonieme bronnen deden we al wel nu stringenter, dat we willen weten wie het zijn en zo. En ik bel ze ook wel eens na of ze echt bestaan en dat soort dingen. Dus we doen zelf ook meer research als redactie bij stukken, om er beter achter te kunnen staan. En ik merk dat freelancers dat heel prettig vinden. Dat we dat heel serieus nemen. En als je dan zin voor zin door die stukken heen gaat. En je bent aan het nagaan, die bron willen we zo en zo erin benoemen. En waar komt dit vandaan? Is het dan ook wel eens zo dat je denkt, oh, dat bedrijf, daar hebben we geen zin in met juridisch gedoe. Daar zit zo'n juridisch apparaat in dat bedrijf of in dat onderdeel van de overheid, dat je denkt, die laten we maar even deze keer? Nee, dat niet. Nee. Dus je laat je niet kisten? Nee, dat zeker niet. Nee, het zal nooit vooraf dat we dan zeggen, die bron niet. We willen wel weten, welk stuk heb jij? Of welk is het interview? En met wie dan? En heb je nog aanvullend bewijs? En dan dat soort dingen. We zijn wel op zoek naar bewijs. Maar we gaan niet dingen, bronnen schrappen als we bang zijn. Nee, daar zijn we niet bang voor. Nee. Guusje, we hebben het nu veel over die juridische bedreiging. Die komt ook voor een deel uit de overheid. Hoe groot is die rol? Van juridische intimidatie bedoel je? Ja, hoe groot is de rol van de overheid in het tegenwerken van journalisten? Ja, daar ben ik dus best benieuwd naar. Omdat dus deze, op het gebied van juridische intimidatie was ik dus vrij verbaasd over deze uitkomst, dat het dus 11 of 12% is. Maar daar moet echt nog meer onderzoek naar worden gedaan. Over het algemeen, als je me vraagt breder naar de rol van de overheid op het gebied van veiligheid in Nederland, denk ik dat Nederland nog steeds echt een voortrekker is als je internationaal kijkt. De nieuwe World Press Freedom Index komt binnenkort. Volgens mij komt die altijd op 3 mei. Zoals jullie weten, dag van de persvrijheid. Dus ik ben benieuwd of we weer terug in de top 10 komen. Maar zeker op het gebied van deze juridische intimidatie, en ook als je kijkt naar de veiligheid van specifiek vrouwelijke journalisten, en dan met name de online intimidatie waar zij mee te maken krijgen, is daar ook echt dit jaar aangetoond dat er heel veel werk aan de winkel is. Zoals overigens in alle landen, maar dus ook in Nederland. En daar moet Nederland natuurlijk wel, moet de overheid wel grote stappen op gaan zetten. Dus we zijn kritisch, maar tegelijkertijd zien we wel dat bijvoorbeeld het ministerie van OCW dit wel ook echt serieus neemt. Alleen er was wel eventjes wat nodig om
misschien ook het besef te laten indalen dat er in Nederland wat werk aan de winkel is. Ik denk vrouwen, maar ook zeker op social media, maar dat die vrouwelijke journalisten sneller bedreigd worden, maar ook journalisten van kleur. Of journalisten met een migratieachtergrond. We hebben ook gehad met een Iraanse collega die echt gemerkt had dat ze, zijn broer is gearresteerd in Iran bijvoorbeeld. Dus die lopen nog veel meer risico aan bepaalde groepen. En daar moeten we zeker oog voor hebben. Maar jij zegt dat staat enigszins op de radar bij de overheid nu. Ja, zoals ik zei aan het begin, we hebben vorig jaar dus een groot onderzoek gedaan hiernaar. Toen waren er eigenlijk geen gegevens bekend over specifiek de veiligheid van vrouwelijke journalisten in Nederland. Ook bij Persveilig werd dat niet gemonitord. Dus als je als journalist een melding deed, dan kon je niet aangeven of je man of vrouw of anders geïdentificeerd was. Dus die gegevens waren er niet. Hetzelfde gold eigenlijk voor juridische intimidatie. Dus wat dat betreft, er was niet echt een beeld van hoe groot dat probleem was. Dat hebben we nu wel, want nu zijn dus die onderzoeken gedaan. Dat is een eerste stap. In beide gevallen is aangetoond, er is hier iets aan de hand. En er moet hier beleid op worden gevoerd. Maar dat is denk ik nu de opdracht. En heb je vertrouwen in dat die opdracht goed opgepakt wordt? Heb je vertrouwen in, zeg, met het handelingsvermogen van de overheid? Want we weten ook allemaal, als we een WOP-verzoek indienen, dat dat ook weken kan duren. Dat we daar ook soms een beetje in, of maanden, jaren, eeuwen. Daar zitten we lang op te wachten. Heb je vertrouwen in de uitkomst? Ik denk wat ook vrij, ik wil niet zeggen uniek, maar wat goed is in Nederland, is dat het ook niet alleen de overheid is die hier aan werkt, maar dat dus de overheid heel erg nauw samenwerkt met de journalistieke gemeenschap, met het Genootschap van Hoofdredacteuren, met de NVJ en andere actoren, maar ook met ons bijvoorbeeld, met het Maatschappelijk Middenveld. Gezamenlijk denk ik dat er, je ziet dat er veel gebeurt. Maar we zijn kritisch natuurlijk en we proberen ook druk daarop te houden. En dat is ook een verantwoordelijkheid, denk ik, van Nederland als, zoals ik zei, medevoorzitter van de Media Freedom Coalition. En zeker als je ook weet dat het persveilig model wordt echt in andere EU-lidstaten uitgerold. Een paar weken geleden was Peter Tervelde de coördinator in Slowakije om daar het Slowaakse model uit te rollen. Nederland heeft een voorbeeldrol, er wordt naar Nederland gekeken, maar dat brengt ook een extra verantwoordelijkheid met zich mee. Dat je dus ook moet blijven, dat je moet pionieren, een beetje een stom woord, maar dat je kritisch moet zijn ook op je eigen beleid. En toch in die voorbeeldrol die we hebben, gebeurt er nog van alles. Maakt het eigenlijk uit, laat ik maar aan Jolanda stellen deze keer, maakt het eigenlijk uit waar die bedreiging vandaan komt voor jouw veiligheidsgevoel en voor hoe je naar dat stuk kijkt? Maakt het uit of die uit die criminaliteit waar jij veel mee over schrijft toch ook, of uit die bedrijven of overheid komt? Ik denk dat de criminaliteit, daar kan je wat fysieker misschien wat banger van worden. Hè? Dat zijn mensen die er wat minder voor terugdeinzen om misschien iets te doen. Hoewel blaffende honden echt meestal niet bijten, dat is echt meestal zo. Ik vind die intimidatie vanuit overheidswegen, ik geloof overigens ook wel in de goede intenties hoor, ook van de staatssecretaris, maar ik denk dat er een heleboel lagen zitten in de overheid en waar je die laag raakt en mensen vinden dat niet zo leuk, ja, dan zeggen ze gewoon, nou, het is maar goed dat we jouw verzoek om mee te lopen met die en die afdeling niet hebben toegestaan en dat gaan we nu ook nooit meer doen. En dat soort dingen krijg je dan. Dat vind ik toch wel heel erg vervelend en nog veel vervelender, en dat vond ik echt heel naar, daar heb ik als wakker van gelegen, als iemand probeert te suggereren dat jij misschien een bepaalde partij zou kiezen of een bepaald belang. Dat komt zo aan mijn beroepseer en aan mijn onrecht. Zo, dat voelt zoals onrecht. Daar kan ik echt wel wakker van liggen. En daarna gaat het ook gewoon over. Lig je daar meer wakker van dan van een losse flodder van een mensenhandelaar, zeg maar wat? Natuurlijk niet als het mijn kind trof. Daar heb ik erg van wakker gelegen. Maar verder lig ik daar even wakker van, zeg maar. Ja, daar lig ik even wakker van. Ik vind dat heel naar. Vooral omdat het komt vanuit een overheid. En die wil ik gewoon over het algemeen kunnen vertrouwen. En uiteindelijk is dan het enige antwoord niet wijken, maar de feiten laten spreken. En dat is ook in dit geval gebeurd. Dus dan heb je toch met de feiten de zaak te pakken. En niet wijken. Niet wijken. Goed, niet wijken. Daarvoor moet misschien ook nog wat gebeuren, Evert.
Wat moet er concreet op dit moment gebeuren wat jou betreft ook vanuit overheidswegen? Nou, ik denk dat we moeten denken om een... ik weet niet of het via de overheid moet of via beroepsorganisaties, een soort juridische verzekering. Met name voor freelance journalisten zou het heel handig kunnen zijn, denk ik. Dat is heel erg handig. Ik denk dat wat nu wel opgepakt wordt, maar wat dus bij PTR Advies fout ging, is dat voor echt de misdaadverslaggeving, de persoonsbeveiliging echt heel goed geregeld moet zijn. En ik denk dat we moeten kijken van juridische procedures of je hebt wel zo'n fonds ervoor. Of daar nog de overheid dingen moet doen om dat kleine media niet terugstikken voor juridische procedures. En dan de zaak moet niet publiceren omdat ze bang zijn. Dus de grote media ben ik niet bang voor, maar voor wat kleine media kunnen de kosten echt enorm oplopen. Ik denk de VARA met die Zembla-zaak, die zijn al tonnen kwijt daaraan. En het kan het faillissement voor een kleine lokale krant al betekenen. Dus ik denk dat we daar naar kijken van hoe het juridisch, financieel zit. De misdaadverslaggevers, hoe dat die echt veilig zijn. Dat soort dingen. En ik denk ook wel... het beroep is hartstikke leuk, maar het heeft wel meer psychische gevolgen ook wel. Bijvoorbeeld, noem maar ook wat we zelf doen hoor. Als je neemt de oost in, bij wijze van spreken. Als jij... een maand lang allemaal vreselijke misdaden van de Russen in Oekraïne met Oost-Indië aan het bekijken bent en zo. En probeert vast te stellen waar het is. Wat dat Oost-Indië is. Oost-Indië is op social media probeer ik te kijken. Je ziet bijvoorbeeld een grote moordpartij. Dan ga je die foto's bekijken en dan probeer je te kijken waar was het precies. Welk legeronderdeel heeft er aan plaatsgevonden. Dus je komt... Maar hetzelfde voor journalisten die dark web bekijken. Of het nou met AMA-filmpjes is of met... Nou, noem maar op, allemaal vreselijke dingen. Meest nare dingen. Ja. Meest nare dingen die we onderzoeken. Ja, dat heeft psychische gevolgen, heeft dat. Weet je? Dus daar moeten we ook op letten op elkaar en kijken hoe iets voor regelen. Dat je een keer snel naar een psycholoog kan en dan 2-3 gesprekken hebt. En dan heb je een soort debriefing gehad, bij wijze van spreken. We moeten ook meer naar de psychisch-sociale veiligheid van elkaar kijken. Guusje, wat vind je van wat Evert zegt? Zijn jullie het daar als Free Press Unlimited wat Nederland betreft mee eens? Ja, zeker. Ik denk, misschien om ook iets meer te vertellen trouwens over Free Press Unlimited zelf. Want wij hebben partners in meer dan 50 landen. Dan vooral in landen waar journalisten nog meer of meer onder druk staan dan in Nederland. En daar doen we ook heel veel inderdaad aan psychische ondersteuning. Dus bijvoorbeeld in Kenia, in Pakistan zetten we supportgroepen op voor vrouwelijke journalisten in dit geval. Die zelf veel te maken krijgen met agressie. Maar dat is dan echt vanuit de overheid vaak gecoördineerd. Dus dat is nog een stuk heftiger, als je dat zo mag zeggen. En daarbij merk je echt dat de psychische hulpverlening inderdaad ontzettend belangrijk is. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat het constant bloot worden gesteld aan heftige materie dat ook is. Overigens hebben mijn collega's daar zelf ook... we zijn er zelf ook veel mee bezig. Omdat bij ons ook heel veel... We hebben ook een noodfonds voor journalisten als ze echt in gevaar zijn. Dus we hebben een heel veiligheidsteam van Reporters Respond, heet dat. En die krijgen dagelijks ook heel veel hele heftige beelden binnen van schotwonden en mensen van wie het been er... verschrikkelijke beelden. Dus dat is belangrijk, ja. Jullie hebben wat betreft dit thema ook een rapport uitgebracht. Dat heet Advancing Safety of Journalists Amidst Rising Threats in the Netherlands. Daar stonden ook een aantal aanbevelingen in. Dan kijk ik toch weer even naar het werkpad. Misschien dat jij daar iets over kunt zeggen, Jolanda. Daar staan aanbevelingen in als het inschakelen van externe vertrouwenspersonen. Het opstellen van mental support groups. En een sterke samenwerking met Persveilig. Wat zie jij daarvan terug op de redactie? Ik denk dat we ons wel veel bewuster van geworden zijn. Laatst had ik iets, vorig jaar had ik iets heftigs en toen kreeg ik een telefoontje van mijn hoofdredacteur. En die zei, hoe is het nou? En ik dacht, begon onmiddellijk over die zaak te ratelen. Ik zei, ja, je snapt dat het gecompliceerd is, maar dan en dan publicatie. En dan, dat bedoel ik niet. Hoe is het nu met jou? En ik moet zeggen dat ik even 2 minuten stil viel. En dacht, verrek. Was dat nieuw voor je, dat een chef dat aan jou vroeg? Op dat moment voelde het als nieuw. Het is vast wel eens vaker gevraagd, hoor. Ik zou de voorgangers van mijn huidige hoofdredactie tekort doen, als ik dat zo zou zeggen. Maar het verbaasde mij toen in ieder geval. En ik denk dat ik ben zelf wel een type die heel graag doordendert en doet. Ik zie dat wel bij meer onderzoeksjournalisten. En ik denk dat je daar echt meer aandacht voor moet hebben. Want zeker als je bezig bent met onderzoek naar iets wat met kinderen of narigheid te maken hebt, ja,
Dan zit ik ook wel eens huilend in de auto terug als ik ergens vandaan kom. En ja, het is goed om daar wat meer support op te hebben. En ik zie wel dat het heel verschillend is bij verschillende media. Dus ik zou het heel goed vinden als er op een gegeven moment door alle hoofdredacteurs samen van met onderzoeksredacties een soort leiding wordt gekozen. Een soort protocol misschien wel komt van ja, dit heb je eigenlijk wel nodig. En dan kan de journalist zelf wel aangeven, joh, dat hoeft van mij nou even niet. Of ja, graag. Dat zou misschien wel handig zijn. Dus ook een oproep aan jou, Evert. Jazeker, we gaan pakken dat ook op. Want wat doen jullie verder zelf op de redactie? Nou, meer, dus, het zit nog wel alleen aandacht hebben voor elkaar, daarop letten en ook gewoon daar gesprekken over voeren. Ik heb bijvoorbeeld laatst twee collega's en die deden onderzoek naar TikTok en hoe snel je eigenlijk, met bots ging dat dan, en hoe snel je dan eigenlijk na 3-4 kliks op anorexia filmpjes kwam. En het zijn maar twee jonge vrouwen die het onderzoek doen. En natuurlijk, dat had ik denk een paar jaar geleden niet gedaan en nu wel, dat je begin je met een gesprek van hey, hoe zit het eigenlijk bij jou? Ja, ook een beetje in het verleden, wat heb jij zelf meegemaakt op dit terrein? En want mensen kiezen vaak niet voor niks dat het onderwerp en dan ook. Nou, daar heb je dan wel een goed gesprek over. En dat had je dan een paar jaar geleden, denk ik, niet eens bij stilgestaan als chef, denk ik. En nu wel. Dus er is wel meer aandacht voor. En misschien moet het inderdaad in een protocol gieten of daar dingen voor aanwijzen en doen. Dat moeten we ontwikkelen de komende tijd. En is dat de manier, het luisterende oor bieden? Ja, dat is een van de belangrijkste dingen, denk ik. Dat je dat niet... gelukkig is de beroepsgroep van onderzoeksmuziek wel veranderd. Laat ik zeggen, als ik het gechargeerd zeg, dan was het 20 jaar geleden, waar het toch een beroepsgroep van stoere mannen heel veel te komen. Ja. Toch? En nu is dat totaal veranderd. Het is veel diverser geworden, veel jonger. En dat is denk ik heel erg goed. En ook daardoor meer openheid over dit soort zaken. En dat was vroeger dan dat hoorde helemaal bij, of zo, dat soort dingen. Weet je. Dat kwam ook minder voor, hoor, denk ik. Maar het was ook een beetje stoerdoenerij. En die is er gelukkig vanaf. Ik maak het nauwelijks nog mee. Goed, dat klinkt in ieder geval hoopvol. Ik kijk ook even de zaal in, want ik wil aan jullie ook de gelegenheid geven om je vragen te stellen aan een van onze gasten. Dus als je een vraag hebt, jullie hebben hem vandaag al heel vaak voorbij zien komen, deze mooie blauwe box. Dan gooi ik deze naar je toe. Ik ben niet het allerbeste in gooien. Heeft er iemand een vraag? Even naar de centrum mag natuurlijk ook. Jos zit op zijn telefoon. Hij had de vraag opgetikt. Hij gaat kijken welke vraag heb jij een leuke vraag, Jos? Ja, top. Dacht ik al. Dankjewel. Jos Baaijens, dames en heren. Deze vraag stelde ik gisteren ook. Gisteren was er ook iemand van Free Press Unlimited. Ik werk hier 5 jaar en mijn onschuld is verdwenen. Dus 5 jaar geleden hadden we dit niet of nauwelijks. Dit soort gesprekken over veiligheid. Ook veiligheid van stagiaires. En nu is het vrij algemeen, want dit is een thema geworden. En ik schrok net wat jij zei. Van ja, ik post niet meer als ik vanavond naar een concert ga. En jij deed daar al luchtig over. En toen dacht ik, shit, we zijn nog verder weg dan ik al dacht. Weet je, als... ja. Dat is natuurlijk wel mijn eigen keuze. Ik heb een bepaalde onderwerp wat ik volg, waarmee wel veiligheid in het geding is. Ja. Dus ik denk dat dat een verstandige manoeuvre is. Maar het is wel een eigen keuze. Het is niet zo dat er nu om elke hoek waar ik ga mannetjes met mitrailleurs klaarstaan om mij om te leggen. Maar ja, toen ik het zo eens op een rijtje zette, naar aanleiding van dat voorgesprek met Bouke, toen dacht ik wel, hey, ik doe veel meer dan ik dacht. Voor mij is het een beetje gezond verstand gebruiken als je met gevaarlijke onderwerpen bezig bent. Ja, maar je hebt ook je grenzen al verlegd. En ook wat Evert zei, we laten namen maar weg. Dus dat is zelfcensuur. Is het niet tijd dat de beroepsgroep harder aan de bel trekt in Den Haag van jongens? Ja, maar dan denk ik, wat moet Den Haag er nou aan doen? Als ik bijvoorbeeld, dat advies van jou, ik heb ook zo'n gevalletje, nee, ik wou wat mensenhandelaren gaan achtervolgen. Nou, 3 verschillende partijen hebben mij ervan overtuigd dat de locatie van waar ik dat dan moest doen, dat wel een heel slecht idee was qua veiligheid. Dus toen ben ik op andere manieren via uiteindelijk ergens uitgekomen. Ja, wat moet ik dan doen? Moet ik zeggen, ja, Den Haag, jullie moeten ervoor zorgen dat ik veilig mensenhandelaar kan achtervolgen. Ik denk niet dat dat
ja, dat mogelijk is in de werkelijkheid. Ik denk wel dat men zich er zo sterk mogelijk voor moet maken dat je als journalist je werk kan doen. Maar bij sommige dingen zullen altijd een beetje link of gevaarlijk blijven als je dit werk doet. Hoort er ook een beetje bij, eigenlijk. Ja, wel als je dat doet in de richting van mensen die zich over het algemeen niet aan wet en regels houden. Ik weet niet hoe jij dat ziet, Evert. Nou, ik denk misdaadverslaggeving, want die verharding van de misdaad als zelfs advocaten en journalisten worden gedood, echt een groot risico is. Ik zie ook collega's die eruit stappen en andere dingen gaan doen. Dus dat is wel voor dat genre, maar dat is maar een heel klein genre in journalistiek en in onderzoeksjournalistiek natuurlijk. Dat wel allemaal ook hele consequenties heeft die heel vervelend zijn. En voor de rest valt het, als je kijkt naar de landen waar jullie vooral voor opkomen, en zo valt het reuze mee. Weet je, we hebben één segment en dat is denk ik misdaadverslaggeving. En de rest valt heel goed mee te leven en moet je beter opletten. Ik denk ook dat, om heel even op Jos ook in te gaan. Ik denk ook, dat is misschien ook een vraag aan jullie. Waar ligt die grens tussen zelfcensuur en zelfbescherming? Want het is natuurlijk, je weet dat je met bepaalde groepen werkt ook. Nou ja, toen was het duidelijk dat wij geen namen hadden, maar die hadden we waarschijnlijk toch al niet genoemd. Dus voor ons was het niet, wij wilden hoe zo'n witwasparadijs werkt en wie daar uit Nederland gebruik van maken, dat wilden we blootleggen. En wie dat precies zijn, dat in de misdaad, dat was ons, dat hadden we denk ik sowieso misschien niet gepubliceerd. Maar het is wel dat je erover maar het is nieuw voor mij dat je erover nadenkt en dat je daar zo bewust mee bezig bent. En dat is wel heel nieuw en dat is, ja, van de afgelopen 3-4 jaar dat het opgekomen is. En dat is ook waarom vandaag zo belangrijk is. Ik heb er ook nog wel een antwoord op. Het is niet zo dat je dat dan niet doet, maar je, wat mij betreft, alleen je kunt omwegen nemen. Ik heb me wel lang afgevraagd, die 2 jaar dat er een kind naast mij op een stretcher lag, van doe ik het nou wel goed als moeder? Maar met die moordzaak ben ik doorgegaan. Want dat was echt wel, dat vind ik toch wel echt heel kwalijk als je daar voor dat soort dingen wijkt. Maar je moet je wel afvragen tot welke prijs gaat. En ik heb geen antwoord op die vraag, want als ik mij een heel vreselijk scenario voor ogen haal, en dat kunnen jullie allemaal zelf wel invullen, ja, wat zou je dan doen, hè? Ja, daar heb ik geen antwoord op. Maar je stelt jezelf de vraag, doe ik het nou wel goed als moeder? Terwijl je eigenlijk, het enige wat je doet, is gewoon je werk, toch? Ja, natuurlijk. Maar als moeder denk je natuurlijk van, verdorie, dit is een gevolg geweest van het werk wat ik gedaan heb. En natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid bij degene die dat deed en daar voor de deur stond. Maar je kijkt jezelf toch ook even in de spiegel. En ik heb wel eens op zo'n doorwaakte nacht gedacht, jeetje, had ik niet gewoon van 9 tot 5 baan kunnen nemen? Ja, dat moet ik eerlijk zeggen, maar dat zou ik nooit doen. En ik, nogmaals, ik vind dat je er niet voor moet wijken. Maar ja. Helder. Zijn er nog meer vragen uit de zaal? Ja. Over juridische bedreigingen. Is dat ook een reden om eigenlijk altijd een opname te maken? Voor mij inmiddels wel. Vroeger was ik tegen opname, maar dan kwam je nog met zo'n groot opnameapparaat binnen en vond ik het gesprek in de weg staan. Maar nu doe je gewoon je telefoon, dus ik maak nu wel veel meer opnames dan vroeger van gesprekken, dat klopt. Maar ook uit zelfbescherming, niet alleen omdat het misschien praktisch of handig is, maar ook omdat je denkt van, als ik straks die vervelende brief krijg of die mail met een hoop juridische bedreigingen, dan heb ik ook een opname. Ja, nou, ik merk wel bij nu heb ik nu zo'n zaak van zo'n notaris aan de hand, van de freelancer, en die had gelukkig opnames gemaakt. En daar ben ik toch heel erg blij mee, inderdaad, dat we dat hebben, in ieder geval. Ook omdat die tegenstrijdige verklaring aflegt, zodat je dan alle twee die opnames hebt, is dat wel heel erg prettig, natuurlijk. Ja. Nog meer vragen misschien van de studenten? Ja, hiervoor eentje. Hoi, goedemiddag. Is er een oorzaak te noemen voor die toenemende groei eigenlijk van juridische dreiging tegen journalisten? Guusje, misschien dat jij die... Ja, dat is een goede vraag. Het is ook voor het eerst dat dit in Nederland echt is gemeten. Dus we weten niet eens of het nou echt een toename is. Dus dat is moeilijk om te zeggen. Je ziet wel dat dit in de Europese Unie bijvoorbeeld toeneemt, om de reden die ik al eerder noemde, dat het gewoon heel erg lucratief is eigenlijk. En het is een heel effectieve manier om journalisten, maar ook andere activisten of NGO's krijgen er ook last mee te maken. Het is een hele, heel effectieve manier om hen het zwijgen op te leggen. Over die slaps heb je het al gezegd. Ja, maar dat is een slap is eigenlijk de ultieme vorm. Maar vaak
komt het niet eens tot een slap. En dat is ook heel erg moeilijk om te meten. Dus vaak is eigenlijk een belletje van een advocaat met ik weet waar jij mee bezig bent, ik zou maar even heel goed nadenken, is dat eigenlijk al genoeg. En dan komt het niet eens tot een daadwerkelijke slap. Maar dus of dat een toename is in Nederland, is eigenlijk nog, er is gewoon nog veel te weinig over bekend. Maar misschien dat jullie wel vanuit het veld daar... Ik merk gewoon wel een toename. En ik denk gedeeltelijk dat het ons succes is. Dat we doen veel meer aan onderzoeksjournalistiek in Nederland. En ook wel in Vlaanderen. En dat we ontdekken veel meer. En wat mensen vervelend vinden. Dus ik denk dat het gedeeltelijk komt door dat we goed ons werk doen. En ik denk beter dan vroeger. Want anders... Niet alleen dat, denk ik. Ik denk ook dat het de hele maatschappij is. Want ik heb ook in mijn vriendenkringen fysiotherapeuten, leraren enzovoort. En die maken dat ook mee. Dat er ouders met advocaten langskomen. Dus die hele die verharding zie je eigenlijk... in de hele samenleving, maar vooral ook heel erg uitvergroot misschien in de journalistiek. Een laatste vraag misschien nog vanuit de zaal. Een laatste, anders dan heb ik er zelf ook nog wel eentje. Nee, goed. Dan ga ik mijn laatste vraag in dit geval, sorry Guusje, toch echt even aan de journalisten stellen. Want waarom is het nog de moeite waard om dit te blijven doen? We krijgen zoveel shit over ons heen, waardoor worden aan zoveel kanten tegengewerkt. Waarom moeten we het toch blijven doen? Luister, we hebben het nu over dit onderwerp, maar het is echt niet zo dat ik elke ochtend opsta en dan ga ik aan mijn werk en onmiddellijk komt er een enorme bak bedreiging en tegenwerking. Gelukkig. Dat als eerste. En waarom het de moeite waard is, het is echt wel een passie te noemen, wat mij betreft, om onrecht en misstanden aan de kaak te stellen. En zeker als dat gaat om instanties met macht, want daar ben je heel weerloos tegen als je ze treft. En we kennen daar inmiddels allemaal de voorbeelden van. Het is echt zeer de moeite waard. Evert? Ja, we zijn heel erg met basale vragen bezig. Van hoe werkt het eigenlijk en hoe komt dit eigenlijk? En die vragen zijn gewoon waanzinnig interessant. Dat je dieper gaat en niet alleen iets signaleert wat er aan de hand is. Maar gewoon zegt hoe komt het eigenlijk en wat zijn de dingen die daaronder liggen. En als je daar onderzoek naar doet, dan begrijp je zelf de wereld beter. En je probeert het anderen ook duidelijk te maken. En ook wat ik met name heel leuk vind, dat er altijd op die terreinen ook wel goede mensen actief zijn. En die probeer je toch een weer in het zonnetje te zetten en te empoweren. Je probeert echt impact te hebben, denk ik, als journalist. En dat is gewoon heel erg leuk. Goed. Mensen, een applaus voor Guusje Zomer, Evert Vos en Jolanda Sjoukes. APPLAUS